mijn best. Oké. Daar trap ik je maar mee, want dan moet de ketting maar losmaken. Allee. Allee, zullen we? Allee, manneke. Allee dan. Beste mensen van Hollandse Delta. Ik ben Alexander. Ik sta hier, wat ik noemde, DJ Boot in de Hedwiggepolder. Op de achtergrond zie je op de dijk overslagproeven door Infram. Hieronder het tentenkamp. En we draaien door. En wat zien we daarachter? Ik loop even met u mee. Dan zien we Adrie en Sjaak op de dijk tussen de Hedwiggepoel en de Kreek. En ze zijn naar harte lust water aan het spuien. Gefeliciteerd mannen, hartstikke goed gedaan. Daarnaast zien we nog even Rentelpumps. Die heeft de wedstrijd verloren vandaag, maar is hard bezig met Jan de Nul om nog wat extra water bij te zetten als het nodig is. Hartelijk bedankt. We maken er een mooie klus van samen met jullie. Hier onderstaande Brest Defenders, waarmee we dijk gaan beschermen als het hoogwatercrisis is. Het gaat nu heel rap vol raken, maar we willen ook nog spuien vandaag op de Westerschelde die erachter ligt. En we moeten voor het hoogwater moeten we onze schuif opengezet hebben. Ondertussen is hier Danny Jansen, promovendus van de TU Delft en ook bij de NLDA, dus de Nederlandse Defensieacademie, bezig om een kunstmatige bres te bouwen. Dus een kunstmatige bres met schuif en hefboom. En daarachter een debietbak. Dus zo gaan we allerlei noodmaatregelen in het geval van crisis gaan we zo testen. En dat gaan we de komende tijd doen. We gaan ook andere testen uitvoeren. We gaan bresinitiatie mogelijk met explosieven testen. En we gaan ook mobiele keersystemen testen.